18 jaar stond hij op de kansel van de Baptistengemeente Lelystad, dominee Frits Keizer. Komende zondag neemt hij in een speciale dienst afscheid in de Baptistenkerk in de Wijk Schouw in Lelystad. Meneer Keizer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat dat voor dienst worden? Ja, het wordt een feestelijke dienst, maar ook een dienst met een, met een traan. Uh, voor ons, maar ook voor de gemeenteleden. Want als je zo lang bij elkaar bent geweest, ja, dan uh, ben je niet alleen zomaar een uh, dominee op afstand. Zodat ben je zo'n onderdeel van de gemeenschap geworden. Ja, dat uh, is natuurlijk familie misschien wat je, wat je een beetje afscheid gaat nemen. Dus dat is uh, ja, voor veel mensen verdrietig. Maar uh, ze zijn ook blij voor mij dat ik deze stap mag maken. Ja, en een vertrouweling ook, denk ik, voor heel veel mensen. Ja, zeker. zeker. Uh, dat moet je sowieso natuurlijk al zijn als predikant. Maar zeker als je zoveel jaren met elkaar optrekt, hè, dan, uh, dan ken je elkaar zo goed. Heb je een half woord genoeg? Dat is gewoon uh, ja, heel mooi geweest om dat zo uh, te mogen doen. Ja, hoe kijkt u terug op die 18 jaar? Was het altijd een kalme, rustige zee, of er ook wel eens heftige stormen en woelige baren? Ja, mooi nou, gezegd, maar en natuurlijk zijn er ook uh, altijd uh, moeilijkere periodes in de kerk of wat dan ook. En als we terugkijken, zeker de afgelopen twee jaar, dat we corona hebben gehad, he, dat is voor iedereen een uh, Moeizame tijd geweest, ook voor ons. Want kerk zijn is gewoon ja, dat je bij elkaar kan komen. Dat je kan zingen met elkaar. Dat je met elkaar kan bidden. Maar ook dat je elkaar kan ontmoeten en koffie drinken. En als ja, je dan opeens op een plat beeldscherm zit via een YouTube-kanaal. Is dat natuurlijk, ja, ik zou bijna zeggen, dramatisch voor heel veel mensen. Mm -hmm. Zoals heel veel dingen dat, dat waren. Uh, ja, was dat wel een, uh, ja, uh, een moeilijke periode. Ja, maar toch hebben jullie het in. goed opgelost met dat YouTube? Uh, want ik begreep dat u al als een van, nou ja, bijna een van de eerste dat meteen. ...eigenlijk op een hele moderne manier heeft aangepakt. Ja, we zijn de eerste zondag meteen uh, zijn we eigenlijk van start uh, gegaan. Omdat ik dacht, ja, de mensen zitten opeens thuis. Ze moeten gewoon wat, wat hebben. En, uh, en toen heb ik op opname van buiten gemaakt. Zo van, uh, lopend naar de kerk, zeg maar. Uh, toen zoals de mensen het normaal gesproken eigenlijk... Uh, ...gewenst zijn om ze daarin eigenlijk ook mee te nemen. En ze kort even te bemoedigen. Niet weten hoe lang het zou zijn. En zo. We dachten toen, nou, misschien twee weken, ja, drie weken. Dat hoopten al we over. allemaal toch toen. Ja, maar ja. het werd anders. Uh, maar het is gewoon belangrijk dat je meteen uh, daarop inspringt, eigenlijk. Ja, ja, ja. In, die, in die 18 jaar die achter u liggen, um, wat, wat waren nou heel mooie momenten voor u? Eigenlijk is elke dag heel erg mooi, omdat het een heel uh, mooi werk is. Dat je gaat met, uh, met mensen om. Uh, je bent bij de grootste punten in hun leven eigenlijk aanwezig. Mensen die kinderen krijgen, mensen die gaan trouwen, maar ook mensen die sterven. Je bent bij hele belangrijke punten. Maar we hebben ook hele mooie dingen mee mogen maken. Een bouwreis naar Suriname die we samen met de Baptiste Gemeente Emeloord hebben mogen doen. Was natuurlijk heel erg mooi om te doen. In 2016 hadden we de vluchtelingencrisis. Eh, wat voor ons eigen vluchtelingenzegen was, want ja, ze kwamen eens bij ons allemaal op de stoep. En eh, we mochten iets over het evangelie vertellen. En zijn ook mensen tot geloof gekomen. Eh, dat was voor ons juist een hele feestelijke eh, tijd. En eh, in 2019, vlak voordat we nog naar eh, uh, in de lockdown gingen, uh, mocht ik nog naar Roemenië afreizen om daar onder de Roma-voorgangers te onderwijzen. Ja, dat zijn ook hele mooie dingen die je met elkaar mag, uh, mag doen. En ja, zo kan ik eigenlijk uren wel vertellen <laughs> ja. van mooie dingen die je met elkaar maakt, die soms heel groot zijn, maar ook juist klein. En gewoon het, de ontmoetingen die je gewoon met elkaar hebt en dat ja. je iets van je leven mag delen met elkaar en mag optrekken. Dat is gewoon, uh, ja, en dan super gaaf 18 jaar maken. is natuurlijk ook heel veel lang. Dan kan je ook veel verhalen, zoals we dat zo mooi zeggen. Ja, toch? Ja. Ja. ja, ja. En zijn er ook uh, ja, er, ergens is er een een keer een reden waarom je dan zegt. Nu stop ik ermee. Na 18 jaar uh, is het gewoon te lang geweest. Uh, heeft u alles al meegemaakt wat u meegemaakt wilde hebben? Of trekt er iets anders nu aan u? Nou, voornamelijk het laatste, denk ik. Mm -hmm. Ja, want voor de mensen die kijken, mochten er de mensen zijn die kijken, die zien meteen: u heeft een jasje aan dat niet uit Nederland komt. Nee, <laughs> Waarschijnlijk. Nee, nee. nee heeft een oost jasje. en ja. Eh, zoals gezegd, eh, wij eh, vertrekken naar eh, Oostenrijk, naar Wenen. Daar word ik predikant. En ik ben een geboren Oostenrijker, ik ben een geboren Wener. Eh, dus toen ik klaar was met de opleiding eh, voor mijn eh, predikantschap. Eh, heb ik me ook meteen bij de Oostenrijkse Baptisten ook aangemeld. Van, nou, eh, als er een mogelijkheid is, staan we daar open voor. Dat nou, heeft al die jaren niet zo eh, eh, mogen zijn. Maar ja, nu zijn er. Zo op elkaar gekruist dat het goed was eh, om te gaan. En nee, het is niet te lang geweest. Ik ben ook niet teleurgesteld te of helemaal, helemaal niet. Het eh, had ook prima nog wel een paar jaar kunnen zijn. Maar het is ook mooi om zo'n lange periode te zijn. Eh, ik heb dat ook wel echt gezien: het voordeel van dat je langere tijd ergens bent. Want je hebt een half woord genoeg met mensen. Ja, mensen hechten en, eh, je ook natuurlijk enorm. Ja, ja en ook in de, in de stad, in de maatschappij, je, je herkent heel veel mensen, je kan dingen met elkaar doen en optrekken. Ja, dat vond ik wel, wel heel erg mooi. Dus uh, de bedoeling is ook uh, naar Wenen te gaan en de rest van mijn 15 jaar tot mijn pensioen uh, daar eigenlijk te zijn. En dan, uh, dan is het mooi geweest. Ja. Ja, dan ja, dan moet u anders weer gaan opbouwen natuurlijk. Precies. Ja, aan de ene kant wel, hè, binnen de gemeenschap en dergelijke. Maar eh, ondanks dat ik al bijna 40, nee, ruim 40 jaar weg ben, hebben we ook nog heel veel contacten in Wenen. Vrienden, eh, maar ook mensen in de kerk die we nog kennen. Dat was ook wel grappig bij de introductie dat iemand naar me toe kwam en zegt ben jij nog steeds de die kleine Fitzcayse uit de jaren 70? Nou niet helemaal meer. Nee, precies. Maar zo grappig dat iemand na 40 jaar je nog ja. steeds herkent en zegt hey ben jij diezelfde? En uh, ja, dus aan de ene kant moet je nieuwe dingen opbouwen, maar ja, we hebben daar meer als dat bij spreek naar Maastricht was gegaan, zeg maar. Dat was voor ons ingewikkelder geweest. Nou was u oh, natuurlijk ja. al die jaren was u als buitenlander in Nederland. Nou ja. het gaat straks uw kinderen, want u heeft twee kinderen en een ja. Nederlandse vrouw, heb ik ja. begrepen. Ja. Die gaan naar, of naar Oostenrijk. Naar Oostenrijk ja. Hoe is dat voor hun? Uh, denkt u dat zij daar problemen krijgen of dat ze zich heel snel aan gaan passen? Ik denk dat ze heel snel gaan aanpassen. Wij hebben onze kinderen tweetalig opgevoed. Dus oh, zij dat spreken dat. vloeiend Duits. Uh, dus dat gaat heel goed. Uh, en mijn broer woont er, dus oom en tante wonen er en neven en nicht wonen er. Dus dat, dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En ze hebben al wat vriendjes daar. Dus omdat we daar ook regelmatig al heen gingen. Dus dat maakt het wel een heel stuk makkelijker als je daar al wat mensen het Maar het blijft een omschakeling. Juist, ja. He, andere school, andere cultuur. Dat zal ook aanpak zijn voor hun. Zeker. We wensen u daar heel veel succes en natuurlijk een mooi afscheid komende zondag. Ja, dank jullie wel. En bedankt voor de uitnodiging. Frits, Dank.